Wat heeft jezelf zijn eigenlijk te maken met chronische ziekten zoals astma, reuma, hart- en vaatziekte of spierziekte? Nou, volgens dokter Gabor Maté, de schrijver van dit boek, The Myth of Normal, hebben die alles met elkaar te maken. Er is een duidelijke relatie tussen niet jezelf zijn en chronisch ziek worden. En hoe dat precies zit, welke rol daarbij het immuunsysteem speelt en vooral wat je nodig hebt om dat te veranderen, daarbij wil ik stilstaan in deze nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dus we beginnen bij jezelf zijn, je authentieke zelf zijn. Wat betekent dat nou eigenlijk precies als je zegt ik ben mezelf? Wanneer weet je nou dat je jezelf bent? En er is iets dat ons daarbij helpt en dat is heel handig. En dat zijn gevoelens. Onze gevoelens zijn de signalen van onze behoeften. Dat is net zoiets als dat je trek hebt in een boterham, dan voel je dat in je maag. Je maag geeft het signaal, het is tijd om iets te eten. En zo werkt het dus ook met emoties. Die gevoelens die zijn signalen om ons te vertellen dat we ergens aandacht aan dienen te besteden. En dat klinkt heel eenvoudig en tegelijkertijd is het best ingewikkeld. Want als we daarover praten en we hebben het over niet jezelf zijn, dan komen we altijd uit bij onze kindertijd. En dat heeft met het volgende te maken. We komen in de wereld waarbij we nog niet onszelf kunnen zijn. We kennen onszelf nog helemaal niet. En hoe leren we onszelf dan kennen? Dat doen we via onze opvoeders. Die spiegelen ons. Die vertellen ons wat we voelen. Die helpen ons om onze gevoelens te leren begrijpen. En die begeleiden ons, die geven ons bescherming. Die erkennen wat wij belangrijk vinden en die ondersteunen ons. Tenminste, als je in een veilige omgeving opgroeit, dan krijg je dat. Dan word je ondersteund en dan mag je je eigen weg gaan. Dan word je aangemoedigd. En dan mag je ook bepaalde gevoelens laten zien en word je getroost als je je ongemakkelijk voelt. Alleen als je dus in een onveilige omgeving komt, waarbij ouders het te druk hebben om niet met jou bezig te zijn, of ze hebben zelf niet geleerd om naar hun gevoelens te luisteren, of er zijn andere redenen waarom ze jou niet kunnen leren om stil te staan bij je eigen gevoel en daarmee je emoties te leren kennen, dan raak je vervreemd van jezelf. Daar ligt ook de kiem van bindingsangst en verlatingsangst. En daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Want als we even teruggaan naar hechting. Dat je jezelf leert kennen via de hechting met je opvoeders. Hechting is niet alleen maar het romantische verhaal dat je als kind in een fijne omgeving opgroeit. Hechting is een overlevingssysteem. Als wij mensen niet het hechtingssysteem zouden hebben in ons brein, dan zou onze soort uitsterven. Want dan zouden we ons niet meer verbinden met een ander. Met andere woorden, hechting is zo diep ingeworteld in ons DNA, dat we er niet aan kunnen ontkomen. Ieder kind voelt de behoefte om zich te binden en te hechten aan de mensen met wie dat kind opgroeit. En als je daar voldoende ruimte krijgt, dan kun je je eigen gevoelens leren kennen en dan kun je jezelf leren kennen. En als dat niet gebeurt, dan sta je dus voor een dilemma. Kies ik voor mezelf? Word ik mijn authentieke zelf? Of blijf ik me hechten aan de ouders waar ik van afhankelijk ben? Welke keuze heb je als kind? Je hebt geen keuze. Je bent afhankelijk. Dus als je niet de ruimte krijgt om jezelf te mogen zijn, dan voel je je dus niet jezelf, vervreemd je van jezelf, verlaat je jezelf. En dan ga je, omdat je voor hechting kiest, en als je dus hecht aan mensen die niet in staat zijn om te gaan met hun gevoelens, of die jou niet de ruimte geven, dan ga je dus aanpassen. Dan ga je pleasen. Je gaat verantwoordelijkheid nemen. Je wordt de ouder van je ouders. Of je gaat je behoeften wegstoppen. En je wordt stil en je trekt je terug. En je wordt heel lief en braaf. Maar eigenlijk loop je rond met iets waar je behoefte aan hebt.
Alleen uit je dat niet, want je weet dat als je erover praat, als je al weet wat je voelt, dan wordt er niet naar je geluisterd. En zo raak je dus meer en meer vervreemd van jezelf. En als we dan stilstaan bij, hoe zit het dan precies met bindingsangst en verlatingsangst? Bindingsangst kun je zien als dat je wil eigenlijk niet erkennen dat je behoefte hebt aan die ander. Dus je ontkent bij bindingsangst dat je behoefte hebt aan je te verbinden met die ander. En bij verlatingsangst is het juist het tegenovergestelde. Bij verlatingsangst ben je eigenlijk continu bezig met de behoeften van die ander. Je hebt die ander nodig om verder te kunnen. Je voelt je anders verlaten. Je voelt je anders eenzaam en alleen. En je weet niet wat je met jezelf aan moet. Dus je stemt je continu af op die ander. En als je dan kijkt naar bindingsangst, dan ontken je eigenlijk dat je behoefte hebt aan die ander. En verlatingsangst, waarbij je juist extreem gericht bent op de behoefte van die ander. Is het natuurlijk niet zo raar dat die twee elkaar aantrekken. En met name omdat degene die bindingsangst heeft, die je dus ongemakkelijk vindt als iemand anders zo behoeftig is, dan is dat voor iemand met bindingsangst weer het bewijs dat je je niet dient te binden. Want anders heb je zo iemand die zo behoeftig is en die zo aan je vastklampt. Mensen met verlatingsangst, die hebben dezelfde ervaring. Die komen iemand tegen met bindingsangst en dat trekt aan. En doordat ze merken dat degene die met bindingsangst niet beschikbaar is, is dat voor degene met verlatingsangst weer het bewijs van, zie je wel, ik dien continu aandacht te geven aan die ander, maar kan er niet op vertrouwen. En als we dan even teruggaan naar jezelf zijn en hoe dat dan samenhangt met chronisch ziek zijn. Wat dat te maken heeft met het immuunsysteem. En daarbij baseer ik mij op de inzichten die ik heb geleerd van Dr. Gaber Maté, schrijver van dit boek, The Myth of Normal. Hij legt het op de volgende wijze uit. Als je kijkt naar het immuunsysteem. Het immuunsysteem is het systeem dat bedoeld is om die stoffen die gevaarlijk zijn voor ons systeem, om die buiten ons systeem te houden. Die worden aangevallen en die worden verwijderd. Denk aan bacteriën, denk aan virussen. Dus het immuunsysteem houdt buiten ons wat gevaarlijk voor ons is en laat toe wat we nodig hebben. Voedingsstoffen. Ons immuunsysteem, als die de voedingsstoffen zou aanvallen, dan zouden we sterven. Dus het immuunsysteem weet precies van wat laat ik buiten en wat laat ik binnen. Laten we dan eens kijken naar wat is eigenlijk de functie van het emotionele systeem als het gaat over blijdschap of verdriet of boosheid of angst. Het emotionele systeem is een systeem dat met signalen aan ons vertelt de dingen waar we alert op dienen te zijn, dat we die naar ons toetrekken. Bijvoorbeeld waar we blij van worden. En de dingen die we los dienen te laten, zoals bij verdriet. Of de dingen die we buiten onszelf dienen te houden. Als we dus onze grens bewaken door boosheid te tonen. Met andere woorden, het emotionele systeem en het immuunsysteem, die hebben dezelfde functie. Ze zijn allebei bezig om het evenwicht in onszelf te bewaken. Dat wat we niet nodig hebben, dat gevaarlijk voor ons is, dat laten we buiten onszelf. En dat goed voor ons is, dat staan we toe. Dus dat immuunsysteem en dat emotionele systeem zijn eigenlijk één systeem. En is het dan niet logisch om vanuit die gedachte de volgende conclusie te trekken? Als jij je emoties en je emotionele systeem, als je dat niet hebt geleerd om te gebruiken en je luistert niet naar je gevoelens, en je kunt jezelf niet reguleren, doordat je continu bezig bent om anderen te pleasen en niet je grens aan te geven. Of de andere kant, dat je met neerslachtige gevoelens rondloopt en dat je blijdschap niet toelaat.
Is het dan niet logisch om te concluderen dat als je dat doet met je emotionele systeem, dat dat dus ook tegelijkertijd je immuunsysteem ondermijnt? En dat je immuunsysteem ook niet meer goed werkt. Het is immers één systeem. Ze hebben dezelfde functie. En je ziet dat dan ook terug in stress. Je ziet het terug in spanning in het lichaam. Je ziet het terug in het toenemen van pijn. En als je dus lange tijd rondloopt met het ontkennen van jezelf, want daar gaat deze video immers over, dus dat je niet je authentieke zelf durft te zijn en dus ook niet naar je gevoelens luistert, dan ga je dat fysiek merken, lichamelijk ga je dat merken. Dus je psychische, mentale omgang met de wereld door niet naar je emoties te luisteren, wordt voelbaar in fysiek ongemak. Zie daar de verbinding met chronische ziekten, zoals astma, reuma, hart- en vaatziekte of spierziekte. En er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat er een duidelijk verband is tussen die twee. Niet naar je gevoelens luisteren, niet je authentieke zelf zijn, altijd maar voor anderen klaarstaan, je eigen behoeften ontkennen. En het voorkomen van chronische ziekten, daar is een sterke correlatie tussen. En daarom is het dus ook belangrijk, als je je authentieke zelf wil zijn, dan sta je als volwassene sta je voor een belangrijke keuze. En de keuze waar je voor staat is namelijk deze. Als we onveilig gehecht zijn, als we dus niet in de wereld werden ontvangen, in een omgeving die ons leerde dat wij mogen luisteren naar ons eigen gevoel. En we zijn daardoor vervreemd geraakt van onszelf. Dan sta je dus als volwassene voor de keuze om nu voor je authentieke zelf te kiezen in plaats van voor je hechtingssysteem. Met andere woorden, je wordt loyaal naar jezelf en je kiest voor je authentieke zelf in plaats van je te hechten aan anderen. En het is best een uitdaging om te weten dat als je onveilig gehecht bent, dan blijft dat hechtingssysteem dat dus op zoek is naar verbinding om je veilig te voelen, dat hechtingssysteem dat wordt extra actief. Je zou kunnen zeggen, onveilige hechting leidt tot een hyperactief hechtingssysteem. En wat je dus eigenlijk aan het doen bent in dat pleasen en verantwoordelijkheid nemen en altijd klaarstaan voor iedereen en nooit nee zeggen en altijd je blij jezelf zijn en nooit boos zijn. Wat je eigenlijk aan het doen bent, is dat je continu nog bezig bent om die onveilige hechting als kind, om die op te lossen door dat copinggedrag. En daarmee ontken je dus jezelf. En daarmee luister je niet naar je eigen gevoelens. Daarmee activeer je je stresssysteem, je ondermijnt je immuunsysteem. En op den duur loop je dus risico op het krijgen van chronische ziekte. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, daarin wil ik een andere keuze maken. En de keuze is dat je voor je authentieke zelf gaat. Dat je gaat leren dat je voor jezelf mag kiezen. En er zijn allerlei oefeningen om dat te doen. Je kunt een oefening doen waarbij je met je innerlijke kind gaat werken. Dat jij als volwassene je innerlijke kind helpt. Dat die er mag zijn en dat die gevalideerd wordt door jou. Je kunt ook een oefening doen waarbij je naar een ideaal gezin gaat. Dat je je voorstelt van stel dat ik opgroei in een ideaal gezin als kind. En vader en moeder geven mij precies wat ik nodig heb. Hoe zou ik mij dan als kind ontwikkelen? Hoe zou ik dan zijn als kind? En door dus je aandacht te richten op meer en meer jezelf kunnen zijn en meer naar je eigen gevoelens te luisteren, kies je voor jezelf. Niet alleen kies je voor jezelf, je kiest voor je gezonde zelf. Want dat is wat je lichaam nodig heeft. Je hebt niet voor niets emoties meegekregen om je evenwicht te bewaken in jezelf. Om dingen buiten jezelf te laten die niet goed voor je zijn, en dingen toe te laten en te ontvangen die wel goed voor je zijn. En daarmee eindigt deze aflevering van Tijd met Felix. Laat me weten wat je van deze vindt. Natuurlijk kun je abonneren op dit kanaal, dat zou ik ontzettend waarderen. Ik zie je heel graag bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dag!